Al Nassr is de ploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo. Het staat tweede in de Saudi Pro League. En neemt het op tegen Al Tawun, de nummer 5. Al Nassr in het geel. Met Ronaldo al binnen 5 minuten gevaarlijk. Kapt naar zijn linker. Haalt gevaarlijk uit. Schampt de lat nog iets. En het eerste gevaar dus van Cristiano Ronaldo. Bij Al Tawun een Nederlander in de basis. Ashraf El Magdoui. Via Jong Ajax, ADO en Trenčín beland in Saoedi-Arabië. Zijn ploeg komt op achterstand. Want de ploeg van Ronaldo maakt 1-0. Abdulraham Gharib op aangeven van Ronaldo. En dan is het na 17 minuten 1-0. De aanvoerder is maar wat tevreden. Daar is hij weer. Handig met zijn voeten. Goede actie. En bedient Gharib opnieuw. Maar daar is die doelman van Al Tawun. Maílson Tenorio dos Santos. Ronaldo betrekt het publiek erbij. Dan een domper voor Ronaldo. Want na rust wordt het al snel 1-1. Alvaro Madran. De nummer 5 van de Saoedische competitie komt dus terug in de wedstrijd. En moet Ronaldo weer aan de bak. Volgende kans. Ronaldo legt hem terug. Geen buitenspel. Wel buitenspel. Hij dacht zijn volgende assist al te pakken te hebben. Abdullah Madou schiet hem binnen. Maar als de VAR ernaar kijkt, blijkt het helemaal geen buitenspel. En wordt het dus alsnog 2-1 voor Al Nassr. 2 assists voor Ronaldo. Hij kan zijn geluk niet op. Het blijven toch wonderlijke beelden. Ronaldo in Saoedi-Arabië. Zijn ploeg wint met 2-1 en is de nieuwe koploper in Saoedi-Arabië.